Luitjes! Het is je favoriete boer, boer Wildebuit. En ik sta hier in Nieuw-Leusen bij de Agnieten College. En vandaag hebben we wat speciaals, want er is een klas die heeft een challenge gewonnen. En de challenge was een gezonde tractatie uitdelen aan een goed doel. En dat hebben de leerlingen van de Agnieten College hier in Nieuw-Leusen gewonnen. Gaan jullie mee? Come on! Zo, daar sta ik hier dan met de winnaars van de challenge. En wil je jezelf even voorstellen? Ik sta hier met... Evie. Fenne. Lola. Isa. Nou dames, en jullie hebben dus de gezonde tractatie gemaakt. En wat zat er in de gezonde tractatie, als ik vragen mag? Nou, bij de ene zat er fruit in en bij de andere zat er groente. Nou, dat is allemaal verschillend wat ze zelf houden. Ja. Dus. Oké, okay, en dat was dan, is dat ook de pokeball die jullie gaan maken voor de Food Challenge? Ja, het was wel in die richting, ja. Dat is een beetje voorbereiding voor dat. Oké. Okay. En vonden jullie het leuk om zo'n challenge aan te gaan? Ja, op zich wel. Ja? Ja. Dus jullie hebben ervan genoten? Ja. Mooi. En ik hoorde dat jullie ook een smoothie hadden gemaakt. Of iemand? Dat waren hun. En wat zat er in die smoothie? Vooral fruit, volgens mij. Ja. En wat yoghurt. Ja, dat. Super gezond dus. Ja. En mensen gegeven die bij de speel zijn en bij de bibliotheek en zo. En dan, er zijn ook één keer in de week zijn er mensen bij, in de gymzaal, gewoon oudere mensen, die zijn een spel aan het doen met z'n allen. En daar hebben we het ook aan gegeven. Hoi, ik ben Evie Noordman, ik sta hier met... Brendan. Wij hebben jullie laatst getrakteerd bij de bibliotheek en de speel met dingen die wij zelf hebben gemaakt. Wat vond u daarvan? Ik vond het wel lekker. Vond u het goed dat we dat hebben gedaan? Ja hoor. En wat doe jij als je lekker in je vel zit? Gamen. En welke game vind je leuk? FIFA 23 en Formule 1. Ik sta hier met... Maus. En Eden. Wat doen jullie als jullie lekker in je vel zitten? Sporten. Ja. Wat voor sport? Volleybal. En ik doe voetbal. En wat vind jij zo leuk aan volleybal? Dat je, als je boos bent en zo, je kan je gedachten erin kwijt. En wat vind jij zo leuk aan voetbal? Gewoon tegen die bal rammen, gewoon al je agressie kwijt en het is teamsport dus. Wat eten jullie qua gezond eten? Fruit. En wat voor fruit? Een banaan! En jij? Ja, aardbeien, appels, salades. Lekker! Ja, gezond hè? Wij zijn gewoon gezond. Wat doen jullie aan de duurzaamheid? We hebben zonnepanelen. Ja, wij hebben een warmtepomp thuis. Afval scheiden. Elektrische kookplaats. Dat is beter. Ja, wij hebben ook elektrisch. Oké, okay, ik sta hier met... Emma. En Emma. Wat doen jullie als jullie lekker in je vel zitten? Met vriendinnen afspreken. Ja, ik krijg ook wel wat vriendinnen afspreken. Of ja, turnen doe ik wel. Doen jullie iets aan duurzaamheid? Ja, we koken niet op gas. We koken met zo'n kookplaat. Oh, ja. Ja, nou ik doe wel soms als ik een flesje heb of zo gekocht wel inleveren. Wat zouden jullie als advies geven om beter met het milieu om te gaan aan andere mensen? Meer geld krijgen voor statiegeld, denk ik. Ja. Ja, precies. We staan hier met... Ja, Pascal. Ja. Wat doe jij om duurzamer te leven? Minder lang douchen. Ja. Wat zou jij mensen adviseren voor een beter milieu? Ja, langer leven. Ja, meer opruimen. Oké. Wat doe je als je lekker in je vel zit? Motocross. Wat voor motor heb je? Een Kawasaki 85. Ja, dat is sterk, hè? Goeiedag, ik zit hier met... Ruben Adams. Ruben, en wat doe jij als jij lekker in je vel zit? Meestal gamen. Of gamen. Voetballen. Of gamen of voetballen. En je zei, je had het net ook over editen, zei je. Dat vind je ook leuk? TikTok wel, vaak. Ja? En daar krijg je heel veel energie van? Ja, op zich. Het kost wel tijd, maar dan is het zeker leuk. En wat doe jij qua duurzaamheid? Ben je daarmee bezig? Jawel, ik probeer zeg maar thuis, ik probeer wel echt te kijken van als ik dan iets koop. Mm-hmm. Of het dan wel zeg maar, of ik het wel echt veel ga gebruiken. En of het zeg maar, meestal als ik iets nieuws koop, dan is het tweedehands op marktplaats. Dan is het dus niet meer nieuw, maar nee. Ik kijk wel daar echt naar. Oké, okay. Dus ben je wel echt heel bewust bezig qua duurzaamheid. En wat zou je de mensen adviseren om beter met het milieu om te gaan? Ik denk als je er tijd voor hebt en het is gewoon het weer ervoor op je fiets, op de fiets, zeg maar, de fiets sneller pakken. En kijk, zeg maar, let op wat je koopt. Je met ons mee, want straks is alles kapot. Wees bewust, denk na.
Nou, dat was het dan weer hier in Nieuw-Leusden op de Agnieten College. En we hebben de winnaars natuurlijk in het zonnetje gezet. Maar voordat ik naar huis ga, dan ga ik eerst nog even chillen met mijn vrienden van Agnieten College. Kom hem aan! Kom hem aan! Kom hem aan! Ik kan niet stilstaan, ga van rechts naar links, ik laat mij gaan. Heb mijn handen in de lucht als een achtbaan. Doe me dansen, laat me zien wat je kan dan. Ik wil bewegen, bewegen, jij kan bewegen. Springen op een trampoline, zakken naar beneden. Ik wil bewegen, bewegen, jij kan bewegen. Springen op een trampoline, zakken naar beneden.